Vandaag ga ik het met jullie hebben over de aanschaf van een tekentablet voor het bewerken van je foto's. Welke is handig en waarom kies je voor een groter of juist voor een kleiner formaat tekentablet? Daarnaast wil ik je graag uitleggen waarom ik een tekentablet gebruik en waarom ik de voorkeur geef aan het gebruik van een tekentablet boven die van een computermuis of een touchpad. Deze video is niet gesponsord en bevat mijn eigen eerlijke mening over het gebruik van tekentabletten. Ik heb dus geen tekentablet van Wacom gekregen en er is niemand die mij gevraagd heeft om deze video te maken. Ik maak deze video omdat ik mijn oude Intuos Pro heb vervangen en dat vond ik een goed moment om deze video te maken. Mijn naam is Greg, beeldmaker bij gregteulings.nl, het YouTube-kanaal waarin ik je tips geef over het maken of bewerken van foto's. Wil je niks missen, word dan lid van mijn kanaal door hieronder op de knop abonneren te drukken. Je krijgt dan een mailtje van YouTube op het moment dat ik een nieuwe video online heb gezet. Nou, misschien heb je er wel eens over nagedacht, het kopen van een tekentablet. Het lijkt zo eenvoudig en de keuze die is reuze. Toch is het kopen van een tekentablet eigenlijk helemaal niet zo eenvoudig als dat het misschien in eerste instantie lijkt. Want ja, welke moet je nou kopen en waarom is de ene nu beter of minder goed dan de andere? En moet ik echt direct een super deluxe professionele tekentablet kopen of is misschien een wat eenvoudigere uitvoering ook voldoende? Kortom, kan ik er ook eentje kopen van een paar tientjes? Waarop moet je letten bij het kopen van een tekentablet? Dat is de vraag die ik vandaag voor je probeer te beantwoorden. Allereerst is er een groot verschil voor diegenen die graag willen tekenen met een tekentablet of degenen die graag foto's willen gaan bewerken met een tekentablet. De eisen die je dan aan een tekentablet moet stellen, ja, die zijn daarbij toch behoorlijk verschillend. En omdat er niet zo heel veel reviews op YouTube te vinden zijn die de verschillen tussen de verschillende modellen tekentabletten nou eigenlijk bespreken, ga ik dat nu juist vandaag voor jou doen. En waarom een tekentablet en geen muis? Ja, je kunt natuurlijk een computermuis gebruiken om een cursor of penseel over het scherm te bewegen, maar juist hele kleine en ja, fijne details, die zijn met een muis vaak lastig te maken. Het is dan daarbij dan net alsof je met een baksteen een penseelstreek op een doek wil aanbrengen. Ja, dat komt natuurlijk omdat je met een muis gewoon niet zulke hele kleine, fijne en natuurlijke bewegingen kunt maken zoals je gewoon gewend bent wanneer je werkt met pen en papier. Een tekenpen en een tekentablet geven je namelijk een veel natuurlijker gevoel dan een computermuis. Retoucheren van foto's met een tekentablet voelt daarbij voor mij natuurlijk gewoon veel intuïtiever aan. Bovendien kan ik met behulp van een tekentablet veel sneller werken dan met een computermuis, omdat vrijwel alles hetzelfde aanvoelt als werken met pen en papier. Een andere belangrijke reden waarom ik de voorkeur geef aan een tekentablet boven het gebruik van de muis, is omdat ik na verloop van tijd gewoon pijn krijg in mijn polsgewricht. En door gebruik te maken van een tekentablet kun je ook nog eens een keer RSI voorkomen. En dat werkt natuurlijk wel zo prettig. Een tekentablet is dus gewoon een stuk ergonomischer in het gebruik en uiteindelijk ook beter voor je gezondheid. Is een tekentablet dan alleen maar fijner en beter dan een computermuis? Wanneer je nooit eerder een tekentablet hebt gebruikt, dan zal het werken met zo'n ding natuurlijk absoluut zeker even wennen zijn. Vooral omdat het werkgebied, dat is dus dit gedeelte zeg maar, dat komt overeen met de grootte van je beeldscherm en daardoor moet je ook een gevoel voor oog-handcoördinatie ontwikkelen. De muiscursor die je op je beeldscherm ziet, die komt namelijk exact overeen met de positie op je tekentablet en dat vraagt gewoon enige gewenning. Het duurt dus even voordat je dat goed onder de knie hebt. Mijn tip bij het gebruik van een tekentablet is om vooral goed te kijken naar het beeldscherm en je hand blind over je tekentablet te bewegen. Dus gewoon hop in één keer niet kijken naar je tekentablet, maar gewoon naar je beeldscherm blijven kijken. Een andere belangrijke tip die ik je graag wil meegeven is wanneer je van plan bent om een tekentablet aan te schaffen, om je muis gewoon in de prullenbak te gooien. Hop,
Niet letterlijk natuurlijk, maar opbergen op een weg leggen in een diepe bureaula, dat is wel echt even noodzakelijk. De eerste tijd dat je met een tekentablet en pen aan de slag gaat, moet je absoluut je muis er niet bij willen pakken. Gebruik je tekentablet dus echt voor alles. Niet alleen voor Photoshop, Lightroom of Capture One Pro. Ik raad je echt aan om een tekentablet volledig als vervanger van je muis te gaan gebruiken. Dus ook tijdens het surfen op internet, het gebruik van Word, het beantwoorden van je e-mail, noem maar op. De tekentablet en je pen gebruiken is dan veel beter dan je muis erbij te pakken. Kortom, gebruik je tekentablet letterlijk voor alles waarvoor je normaal gesproken een muis had gebruikt. Alleen dan gaat dat goed, denk ik, en dan zal het gebruik van een tekentablet ook heel snel wennen. Doe je dat niet, dan loop je gewoon het risico dat je nieuwe, dure tekentablet gewoon heel snel in een bureaula verdwijnt. En dan is het aanschaffen van zo'n ding echt gewoon zonde van het geld geweest. Geef jezelf dus gewoon wat tijd om te wennen aan dit nieuwe gereedschap. Want een gewenningsperiode, die zal er gewoon zeker zijn. Zeker als je nog nooit eerder een tekentablet hebt gebruikt. Zelf gebruik ik zo'n ding al jaren. En ik zou ondertussen gewoon niets anders meer willen dan een tekentablet. Een muis, die voelt voor mij ondertussen super onnatuurlijk aan en ik kan er gewoon absoluut niet meer prettig mee werken. Om die reden is een tekentablet voor mij in ieder geval een absolute must in mijn persoonlijke workflow. Welk formaat tekentablet is het beste voor mij? Toen ik mijn eerste tekentablet kocht, was ik nog aan het twijfelen of ik juist een grotere of een kleinere tekentablet moest kopen. Niet alleen het prijsverschil tussen een grotere of een kleinere tekentablet is aanzienlijk. Er is ook een redelijk groot verschil in gewicht tussen beide formaten. Daarnaast zijn er nog een paar kleine verschillen in functionaliteit. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld de verschillen in grootte tussen de Wacom Intuos Pro Medium en de Intuos Pro Small. Zoals je ziet is er toch een behoorlijk verschil in grootte tussen beide tekentabletten. De Intuos Pro Medium, die weegt bijna 800 gram, terwijl de Intuos... Pro Small ongeveer 450 gram weegt. En dat verschil, dat merk je dus gewoon echt wel goed op het moment dat je beide tekentabletten in de hand houdt. Wanneer je naast het bewerken van foto's ook heel graag wilt gaan tekenen op de computer, dan is het grotere werkgebied van de Intuos Pro Medium gewoon absoluut super handig. Vooral omdat je dan ook gewoon hele grote penseelstreken op je canvas kunt zetten. Het is dan gewoon net alsof dat je op een velletje papier aan het tekenen bent. Ondanks het feit dat het werkgebied van deze tekentablet kleiner is dan A4. Wanneer je overigens een tekentablet alleen wilt gaan gebruiken voor het bewerken van fotomateriaal, dan is mijn ervaring in ieder geval dat het een kleiner tekentablet juist prettiger werkt. Vooral omdat je bij het bewerken van foto's gewoon vaak maar hele kleine details wil aanpassen. En het is dan juist heel fijn dat je slechts kleine bewegingen met je pols hoeft te maken, waarbij je op die manier dan toch het gehele scherm kunt bereiken. Een ander groot voordeel van een wat kleiner model tekentablet is bovendien dat je hem overal mee naartoe kunt nemen. En hij past zo daarom ook gewoon in iedere laptop of in iedere fototas. En dat is natuurlijk handig op het moment dat je ergens naartoe gaat. Een ander belangrijk voordeel van een kleiner model tekentablet ten opzichte van de wat grotere is dat de Pro S, die kun je gewoon echt overal op je bureau kwijt. Je neemt gewoon veel minder ruimte in en ook dat is wel echt super handig. Wat zijn nu de overeenkomsten en de verschillen tussen de Intuos Pro Medium en de Intuos Pro Small? De Intuos Pro Medium en de Intuos Pro Small, die hebben dezelfde drukgevoeligheid. Dus als je op het moment dat je met de pen op de tekentablet drukt, dan is die drukgevoeligheid van beide tekentabletten is gewoon gelijk. Beide kennen dus een drukniveau van 8192 drukniveaus. De kantelgevoeligheid van de pen, dus dat is de manier waarop je de pen kunt vasthouden.
die is tot ongeveer 60 graden. Bovendien maken beide tekentabletten gebruik van Bluetooth, waardoor je dus ook zonder draad gewoon kunt je foto's kunt bewerken of kunt gaan tekenen. Het tekentablet, de grootte, zeg maar, dus het werkgebied van de tekentablet, ja, die is bij de Intuos Medium Pro 22 bij 15 centimeter. En het tekengebied van de Intuos Pro Small, die is 15 bij 10 centimeter. Dus dat is ongeveer net zo groot als een ansichtkaart. Ja, het werkgebied van die Intuos Pro Small, ja, die lijkt daardoor misschien wel wat klein. Maar ik kan je verzekeren dat het juist heel erg fijn is dat je met je pols juist kleine bewegingen hoeft te maken ten opzichte van het schermoppervlak. En dat je daardoor gewoon veel prettiger met een klein tekentablet werkt dan met een grotere. Zoals je ziet heb ik bij de Intuos Pro Medium het tekengebied zelfs verkleind. Kijk. En dat heb ik afgebakend met plakband, omdat voor mij de Intuos Pro Medium dus eigenlijk te groot is. Om die reden heb ik de Intuos Pro dus Small dus gekocht. En de Intuos Pro Medium, die kent bovendien dus 8 zogenoemde Express Keys. Dat zijn deze toetsen. Terwijl de Small versie dus maar 6 van die toetsen kent. Die 2 extra toetsen bij de Intuos Pro Medium, ja, die zijn zeker handig. Vooral als je even de tijd neemt om die toetsen ook goed te programmeren. En wanneer je dus de Intuos Pro Small koopt, ja, dan moet je het dus met 2 van die toetsen minder doen. Een ander verschil tussen die beide tekentabletten zit hem in de mogelijkheden van de touch ring. Dat is deze ring die je hier ziet. Met behulp van die touch ring kun je bijvoorbeeld heel eenvoudig inzoomen of uitzoomen op een afbeelding. Of je kunt deze ook eenvoudig gebruiken om de penseelgrootte of de hardheid van het penseel aan te passen. Door het indrukken van de middelste knop kun je bij de Intuos Pro Medium eenvoudig de verschillende instellingen wisselen. En datzelfde, dat gaat niet zo eenvoudig bij de Intuos Pro Small. De middelste knop, dus dat is die knop, hè, die middelste knop, die is bij de Intuos Pro Small, ja, eigenlijk alleen bedoeld als aan-uitknop. En de touchring die kent dus in dit geval slechts 1 stand. Nou, dat wist ik bijvoorbeeld niet voordat ik deze tekentablet had gekocht. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat was toch wel even schrikken. Want ja, dat betekent dus dat je niet zo snel de hardheid van je perceel of de grootte van het inzoomen kunt bepalen. Maar als je even wat inventief nadenkt, dan kun je dat probleem gewoon verhelpen door die toetsen te gebruiken. Nou, voor de rest is er eigenlijk weinig verschil tussen de Intuos Pro Medium en de Intuos Pro Small. De grote vraag die dan dus overblijft is, welke wil jij zelf graag hebben? Welke moet ik dan kopen? Nou, tot nu toe heb ik het eigenlijk alleen nog maar gehad over de Wacom Intuos serie. En nu zul je misschien denken, maar hoe zit het dan met de Wacom Cintiq serie? Dat is die tekentablet met een LCD-scherm. Nou, laat ik dan maar gelijk met de deuren in huis vallen. Een Wacom Cintiq is vaak overkill. Vooral als je een tekentablet alleen wilt gaan gebruiken voor het bewerken van je foto's. Natuurlijk, het ziet er hartstikke mooi uit. Zo'n tekentablet waarbij je hier heel grote foto op het LCD-scherm ziet. Maar die Cintiq tekentabletten die zijn eigenlijk niet alleen heel duur, maar bovendien ook best wel onhandig. Want bij zo'n Cintiq, ja, dit is dan een Intuos versie, maar bij een Cintiq, zelfde grootte, lopen er dan ook nog allemaal kabels van je tekentablet naar je computer. En bovendien moet je dan dus ook altijd een stroompunt bij de hand hebben om het scherm van stroom te kunnen voorzien. Wanneer je dus graag rechtstreeks op het beeldscherm je foto's wilt gaan bewerken, ja, dan adviseer ik je om gewoon te kijken naar een iPad Pro met een losse tekenpen. Dus als een Cintiq dus niet de beste keuze is, dan blijven er eigenlijk alleen nog maar de verschillende Wacom Intuos modellen over. Dus de Intuos Pro en de reguliere Intuos.
Welke je dan het beste kunt kopen, ja, dat hangt een beetje af van wat jij zelf belangrijk vindt. Mijn persoonlijke ervaring is dat een kleiner werkgebied voor het bewerken van fotomateriaal juist wat fijner werkt dan een groter werkgebied. En mijn persoonlijke voorkeur die gaat dus ook uit naar een wat kleiner model tekentablet. Echter, op het moment dat jij zegt van goh, ik wil ook gewoon heel graag digitaal tekenen of ik wil gaan schetsen op de computer, ja, dan is zo'n groter model denk ik wel weer iets handiger en iets prettiger. Dan de kleine versie natuurlijk. Als je echt alleen foto's wilt gaan bewerken, dan is naar mijn mening een kleiner model tekentablet gewoon beter dan een wat grotere. Wanneer je drukgevoeligheid niet zo heel belangrijk vindt, ja, en wanneer je ook geen belang hecht aan de kantelgevoeligheid, hè, dus dat is dat op en neer gaan, ja, dan hoef je zeker niet te kijken naar de Wacom Intuos Pro-serie. Dan kun je ook kijken naar de gewone normale versie, de Wacom Intuos-serie. En die zal dan namelijk ook prima aan je wensen voldoen. Nou, hopelijk heb ik je wat kunnen helpen als je de aanschaf van een tekentablet overweegt. Wil je nu meer tips en trucs over fotografie of het bewerken van je foto's? Word dan lid van mijn kanaal door hieronder op de knop abonneren te klikken. Het mooie is, het kost je niets en je helpt mij mijn kanaal te promoten. Je doet er dus mij een groot plezier mee. Vond je deze video leuk, handig of interessant? Geef me dan een duim omhoog, want ook daar word ik heel blij van. Hopelijk zie ik je snel weer terug, want voor nu zeg ik doeg en blijf veilig. Hoi!